Wanneer was jij begonnen, kan je dat vertellen, met jouw eerste boekje schrijven? Weet je dat nog? Nou, niet 6 jaar eerder, volgens mij, ik weet niet meer. Ik was begonnen met de hele kleine boekjes. En had jij toen ook al bedacht, toen jij zo jong was, toen je hiermee begon, van ik wil graag schrijver worden, want ik vind het zo leuk om verhaaltjes te schrijven? Nee, toen ik dat bedacht. Ja? Volgens mij zat ik er wel aan te denken, omdat ik daar vroeger ook al mee begon. Mm-hmm. Toen ik vroeger ook al mee. Nou, en toen kwam jij dus in Gennep wonen, op de Stiemersweg. Toen zag ik een keer op intranet dat bewoners een wens mochten doen. Weet je dat nog? Ja, toen vroeg ik aan iedereen van, hebben jullie een wens? En wat was jouw wens? Een boek. Of schrijver worden. Een boek. Een schrijver worden en een eigen eerste boek. Ja, nou, een beetje net als de meeste schrijvers, dan komt het uiteindelijk in de winkel. Ja. Zal ik nou eens even laten zien wat het resultaat van jouw wens is geworden? Want jouw wens is nu echt uitgekomen, Sebastiaan. Met trots geef ik jou, Sebastiaan, jouw allereerste eigen boek. Dank je. Hey, maar hoe heet jouw boekje? Heb je de voorkant gekeken? Voorkant, ja. En buisje ook. En buisje ook. Het heeft wel een beetje met deze te maken. Is het mooi? Dat wel. Ik denk dat straks mensen vanzelf van jou gaan vragen. Oh, Sebastiaan, ik zou heel graag een boekje van jou willen.